Het zal altijd een hate-it or love-it dingetje blijven, maar gatenkaasmuizen zijn nu eenmaal in. Sinds Glorious en Final Mouse er furoren mee maakten, proberen steeds meer muizenfabrikanten het ook een keer uit om zo'n muis te perforeren in de hoop de lichtste en meest competitieve muis te maken. En nu doet ook SteelSeries een duit in precies dat zakje. En dat doen zij met hun Aerox 3-lijn. Er is een normale Aerox 3, het basismodel, a ongeveer €70. En wat we hiervan vandaag hebben is de Aerox 3 Wireless en die gaat er nog eens een keer overheen met natuurlijk die draadloze factor, maar ook nog wat hogere specificaties. Dus €110 aan gatenkaasmuis van SteelSeries, wat krijg je er precies voor terug? We gaan het vandaag uitvinden in deze review van de SteelSeries Aerox 3 Wireless. Aerox 3 komt niet zomaar uit het niets vallen. Voor SteelSeries is het eigenlijk, als je het heel kort door de bocht neemt, een geperforeerde versie van hun al vrij populaire Rival 3 muis. Die muis werd gevierd omdat hij vrij competitieve resultaten had, maar hij was eigenlijk altijd vrij budgetair ingestoken. En dat is ook een klein beetje de bedoeling voor de Aerox 3. De Aerox 3 kost dus circa €70 en de Aerox 3 Wireless is een tikkeltje duurder en die komt dan ongeveer neer op €110. En €110 is absoluut niet enorm goedkoop voor een muis, maar als je gaat kijken naar competitieve muizen met een draadloos aspect, dan zou ik stellen dat het lager inspeelt dan bijvoorbeeld de Asus en de Razers van deze wereld. Los van de prijs en de algehele marketing rondom de muis, is het vrij duidelijk dat SteelSeries die Glorious Model O in het vizier neemt. Als je de Model O naast de Aerox 3 legt, gewoon puur qua fysieke ontwerpen, zul je zien dat het grofweg hetzelfde insteekt. Dit is specifiek een muis die Glorious Model O, een van de populairste geperforeerde muizen, onderuit wil halen. Het basismodel van de Aerox 3 staat echt oog in oog met wat Glorious en Final Mouse doen, maar de Aerox 3 Wireless gaat daar natuurlijk een aantal stappen bovenop door 1. Iets hoger te gaan in de specificaties, maar 2. Natuurlijk de draadloze factor. Dat is iets wat bij Glorious en bij Final Mouse nog vrij onbekend is, maar SteelSeries heeft natuurlijk al wel meer ervaring met draadloze technologie en vandaar dat ze met deze geperforeerde muis al een terrein kunnen betreden waar die nieuwe partijen nog geen kaas van gegeten hebben. Gatenkaas. Oké, maar dan is dus de vraag, met welke specificaties komt SteelSeries aanzetten om bijvoorbeeld die Glorious Model O het vuur aan de schenen te leggen? Het zit hem in een aantal verschillende aspecten, maar laten we beginnen met het belangrijkste voor een gamingmuis en dat is uiteraard de sensor. De sensor in kwestie is de zogenaamde SteelSeries TrueMove Air. En dat is een sensor die in samenwerking met Pixart gemaakt is. De TrueMove Air is de beste sensor die SteelSeries op dit moment levert en het telt een beetje als de opgeschreven schaalde broer van de TrueMove Core. De TrueMove Core zit in het basismodel van de Aerox 3 en de TrueMove Air zit in de wireless versie. En samen met het wel of niet zijn van wireless zijn dat eigenlijk de enige verschillen tussen de Aerox 3 basis en de Aerox 3 wireless. Dus daarin zit dat verschil van pak een beet €40. Beide sensoren zijn overigens optisch, maar ze verschillen dus een klein beetje in hoe precies ze zijn. De TrueMove Air die hier dus in zit, die komt binnen op 18.000 dpi, dots per inch. SteelSeries noemt dat 18.000 cpi, counts per inch. Maar vergis je niet, dit zijn letterlijk dezelfde statistieken. SteelSeries kiest er alleen voor om het CPI te noemen in plaats van DPI. Naast die 18.000 CPI of DPI ondersteunt de SteelSeries Aerox 3 Wireless een versnelling van 40G, wat ongeveer neerkomt op 400 inch per seconde. En misschien denk je dan, oké, 18.000 DPI, 40G, 400 IPS, het zijn niet de hoogste getalletjes die een sensor nu kan klokken. En ja, er zijn muizen die iets preciezer zijn of net iets snellere acceleraties kunnen ondersteunen, maar dit is absoluut geen verkeerde sensor. SteelSeries en Pixart weten wat ze in dit muisje plaatsen en het muist ontzettend lekker weg. En dat is niet gek ook, want dit ding moet ontzettend rap heen en weer kunnen zwiepen en ja, natuurlijk doet het dat, want het weegt nog geen 66 gram in totaal. En bovenop dat lichte gewicht en die stabiele sensor komt dan ook nog eens een keer het algehele ontwerp.
Ja, dat gatenkaas honingraad gebeuren is een kwestie van smaak. Maar geloof me, het zorgt er wel voor dat je net iets meer grip op de muis hebt. SteelSeries topt dat dan ook nog af met een soort van matte coating die op het ABS plastic zit. En ja, het gaat misschien een beetje geromantiseerd worden, maar ik kan me best wel goed voorstellen dat als jij een palmgrip gebruikt op je gemiddelde gamingmuis, je voelt net iets meer grip op je palm met de hoeveelheid, zeg maar, lijntjes en de texturen en dat gatenkaas effect wat hier allemaal in samenkomt. Oh, en laten we ook niet vergeten dat de Aerox 3 en de Aerox 3 Wireless allebei over PTFE voetjes beschikken. Dus dat zijn een soort van teflon pootjes en die zorgen er weer voor dat de muis, ongeacht van het gewicht en de wel of niet draadloze factor, ook aardig frictieloos heen en weer zwiept. Dus puur in het gebruik en de specificaties die het ondersteunt, is het een muis die al heel veel vuur aan de schenen legt van je Glorious, van je Final Mouses en tot op zekere hoogte ook andere merken als Razer en Asus. En bovenop die insteek gooit SteelSeries dan nog een aantal leuke, unieke factoren. Laten we dan beginnen met de betrouwbaarheid die SteelSeries in zo'n gatenkaasmuis klapt. Want ja, ze hebben hun Rival 3 dus helemaal kapot geperforeerd om het model maar lichter te maken en om het dus, weet je wel, Glorious en Final Mouse aan te laten vallen. Maar wat ze daar dan bovenop gooien is de Aqua Barrier. En het klinkt weer super marketingtechnisch, maar de Aqua Barrier komt gewoon neer op een IP54 rating. En dat wil zeggen dat die zowel waterbestendig als stofbestendig is. Dus hoeveel troep je ook in die honingraadgaatjes laat vallen, de muis blijft performen. Hij kan geen complete duik weerstaan, maar IP54 komt in letterlijke termen gewoon neer op zo goed als volledig stofdicht en waterbestendig tot aan het duiken aan toe. Dus je kunt net zoveel zweet hierop loslaten, je kunt hier je Mountain Dew overheen laten vallen en de muis zou in theorie moeten blijven werken. Ik heb dat niet getest omdat ik geen wilde bras ben. Maar het is mooi om te zien. En ik denk dat het ook echt iets is wat wel iets meer vertrouwen levert. Want ja, sommige mensen zien deze muis en denken, oh oké, okay, op een gegeven moment zit daar zoveel troep in of komt er zoveel vocht in dat het kapot gaat. En dan komt SteelSeries in die zegt, nee, we hebben die printplaat en die switches en die sensor, die zijn allemaal water- en stofbestendig. Dus doe ermee wat je wil, ook met al die gaten. Dit is een muis die je veilig kunt blijven gebruiken. Ik vind dat een mooi gebaar vanuit SteelSeries richting misschien de twijfelende gamer. Een ander klein unicum wat SteelSeries hier introduceert is de RGB-verlichting. Ook dat is een hate it or love it dingetje, maar SteelSeries speelt er op een aardig unieke manier mee. Ze hebben hier ook gebruik gemaakt van het vrij clichématige RGB regenbooglijntje, maar dat komt niet vanuit de muis, dat komt van onder de muis. Er zitten 5 RGB ledjes onderaan de muis geplaatst en die verspreiden zich naar buiten met een soort van melkachtig plastic. Dus ja, dan heb je natuurlijk dat RGB regenbooglijntje wat je misschien zoekt, maar het heeft ook een soort van bizarre underglow, dat wanneer je de muis een klein beetje optilt, je muismat op een best wel toffe manier aangelicht wordt. Is waarschijnlijk iets wat de meeste mensen gestolen kan worden, maar ik denk dat het een leuk effect heeft. En natuurlijk, omdat het zo'n gatenkaas geperforeerde muis is, kun je die RGB-ledjes ook zien van bovenaf door de muis heen. Wat daar dan wel weer jammer aan is, is dat de printplaat nog steeds over de RGB-ledjes heen zit. Dus de printplaat zelf en de sensor kun je van binnenuit niet zo goed bekijken, omdat ze in het tegenlicht van die RGB-ledjes liggen. Dat is een kleine kanttekening, maar in zijn algeheel is het een vrij unieke manier van RGB-verlichting in een muis verwerken. En het is iets wat volgens mij nog niet vaak gebeurd is met dit soort gatenkaasmuizen. Maar first and foremost is het natuurlijk een draadloze muis. En dan is er altijd die resterende hamvraag, hoe lang gaat de accu mee? En ik moet stellen, het is niet super kort, het is ook niet super lang. In het geval van de Aerox 3 Wireless hebben we het dan over een tweezijdig aspect. Want de wireless functie is niet alleen te bedienen over 2,4 GHz dongel, maar werkt ook over Bluetooth. En ik ben persoonlijk van mening dat Bluetooth eigenlijk altijd een fijne bijkomstigheid is, omdat het ervoor zorgt dat de muis langer mee kan gaan en dat die ook iets flexibeler ingezet kan worden. Zonder die dongel en bijvoorbeeld met je laptop die je meeneemt of je netboek of whatever, misschien wel andermans apparatuur. Het maakt zo'n muis gewoon net iets veelzijdiger.
En het was bijvoorbeeld ook een functie die ik miste op de Razer Viper Ultimate. Nou, de SteelSeries Aerox 3 Wireless neemt dus ook dat Bluetooth segment mee. En dat zorgt ervoor dat de muis over die module 200 uur lang mee kan gaan. Maar als je dan gaat kijken naar de 2,4 GHz USB-C dongle waarmee de muis harder presteert, ja, dan gaat die nog maar ongeveer 80 uur mee volgens SteelSeries eigen berichtgeving. En dat is een soort van belofte waar ik wat vraagtekens bij heb. SteelSeries zegt namelijk dat dat ongeveer 80 uur is bij default lighting en met al SteelSeries handige rendementsmodules erop, met allerlei gekke standby modi en wanneer je de muis beweegt dan schakelt het licht heel soepeltjes, heel netjes uit, want ja, als je ermee heen en weer aan het zwiepen bent, wat heb je dan aan die RGB verlichting? Dus slim dat ze dat daarmee uitzetten, maar 80 uur is een belofte die ik niet helemaal kan beamen. In mijn geval ging de SteelSeries Aerox 3 Wireless lang niet 80 uur mee. Misschien heb ik dan niet mijn lichten op default gezet, maar simpelweg in standaard gebruik met die lichtjes af en toe aan, met een gek profieletje, met ook dat rendementsgebeuren van SteelSeries zelf erbij. Ik denk dat die 3 of 4 avonden lang gemiddeld meeging. En ja, dat zijn lange nachten, omdat ik een vreselijk dag-nachtritme heb. Maar het is absoluut geen 80 uur geweest in de meeste gevallen. Dus dat is iets waar je misschien je vraagtekens bij moet zetten. Oh, en natuurlijk, als je de muis dan eenmaal wil opladen, dan kan dat met de meegeleverde USB SpeedFlex kabel. Dit is weer zo'n hippe nieuwe term van SteelSeries, maar het komt erop neer dat het een kabel is met zo'n gevlochten, lossere coating die ervoor zorgt dat hij vrij snel heen en weer zwiept en dat hij niet zo snel in de knoop komt. Dus qua kabel goed gedaan, maar waarschijnlijk wil je dit ding juist zoveel mogelijk draadloos gebruiken. Dat is waar je dit model voor kiest. Overigens, saillant detail aan terugschalen naar Bluetooth om de muis langer mee te laten gaan. Ja, 200 uur. Ik weet ook niet 100% zeker of ik dat ermee geklokt heb, maar het is in ieder geval een heel stuk langer dan over de dongle. Maar dat komt dan natuurlijk wel met een verlaging van de specs. De 18.000 CPI of DPI blijft staan, maar de responstijd gaat van 1 milliseconde naar 8 milliseconden. En de ultrapolling van 1000 Hz wordt teruggeschaald naar 125 Hz. Dus in die zin, de Bluetooth functie is vooral een soort van marathon versie van de muis. Hij gaat langer mee, maar daardoor speelt hij wel een klein beetje soberder in met zijn specs. En ik denk dat daarin ook de twee grootste missers liggen die ik met de Aerox 3 Wireless ervaren heb. Als de batterij bijna leeg is, is er bijna niks wat jou vertelt dat het zover is. SteelSeries werkt natuurlijk nog steeds met hun SteelSeries Engine 3. En dat is prima software in de meeste gevallen, maar heel vooruitstrevend is het niet meer. En ik denk dat ze vooral in draadloze apparatuur een klein beetje achterlopen. Er is bijna niks wat de software of de muis jou kan vertellen over de batterij van de muis. Als je in de software gaat duiken, dan is er simpelweg een batterijbalkje met 3 streepjes. En that's it. Geen percentages, geen aannames over hoe lang je het nog zou doen met dit gebruik. Het enige wat je hebt als een soort van failsafe, van oké, de muis is bijna leeg, ik moet hem nu wel op gaan laden, is dat hij kort voor het uitvallen een beetje geel begint te knipperen. Voor 110 euro zou ik zeggen dat dat beter kan. Geef ons desktop notificaties. Geef ons lichtprofielen die misschien batterijindicatie kunnen vertellen. Geef ons iets meer dan simpelweg het equivalent van wat de Nokia 3310 vertelde over zijn batterijstatus. Een simpelweg batterijicoontje met 3 streepjes vind ik niet helemaal meer voldoen aan de eisen van vandaag de dag. En daar komt dan bovenop dat de SteelSeries Engine 3 niet de meest bizarre RGB-modules ondersteunt. Dat is uiteraard, zoals altijd, de grootste bijzaak. Maar ik zou stellen dat SteelSeries ook wel iets harder mag trekken aan hun RGB-profielen. Ook die zijn in de afgelopen 5 jaar eigenlijk onveranderd. En dat wil zeggen dat je weinig echt custom dingen hierop in kan stellen. Ja, je kunt natuurlijk een regenboogprofieletje instellen of een statische kleur verspreid over 3 zones op de muis.
Maar dat was hem ook wel. Ik vind de RGB-verlichting tof, maar de mogelijkheden ermee zijn vrij beperkt. Vooral voor een muis die toch wel richting het topsegment gaat in de prijs. En ook vooral voor het feit dat SteelSeries een household name is binnen de gaming tech. Dus in die zin, de software kan nog wat meters maken, al zal het voor de meeste mensen toch bijzaak blijven. Dus hey, doe ermee wat je wil. Maar goed, dan komen we dus aan bij die andere grote misser. Ik denk dat misser ook wel een beetje te groot woord is. Het is een opvallende keuze vanuit SteelSeries. En dat is de dongle. Die 2,4 GHz dongle die we eerder al besproken hebben, die is stabiel, die doet het goed, maar die sluit je aan op USB-C. En er is niks mis met USB-C. Ik denk dat als de meeste mensen USB-C horen, dat ze denken, ah oké, lekker vooruitstrevend, de nieuwe standaard voor USB. En ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Vooral als we het hebben over de ontvangende kant van bepaalde producten. Ik denk dat USB-C de enige logische optie daarvoor is, going forward. Maar niet voor de dingen die je in een computer moet prikken. In ieder geval niet voor gamers. Vooral als je kijkt naar hoeveel high-end gameapparaten USB-C integreren in het moederbord, in de console, in de kast. USB-C is nog steeds de minderheid ten opzichte van USB-A. Dus een beetje een gekke keuze, maar niet onoverkombaar. SteelSeries levert namelijk naast de USB-C kabel en de USB-C dongle ook een USB-C verlengstuk mee. En die zorgt ervoor dat je de dongle hierin kan steken, een USB-C naar USB-A kabel erin prikt aan de andere kant en daarmee kun je de dongle ook als USB-A bedienen en kun je de dongle misschien ook iets prettiger plaatsen met minder radio-interferentie. Dus het is absoluut geen doodzonde hoe die dongle ingestoken is, maar het moet gezegd worden, het is een wat aparte keuze in mijn optiek. Oké, om het even terug te brengen en in zijn volledigheid op te sommen. Ondanks al die kleinere minpuntjes zou ik stellen dat SteelSeries een hele gedegen eerste stap maakt in die gatenkaasmarkt. Ik zie het als volgt. De SteelSeries Aerox 3 Wireless is het uitgebreidere broertje van de Aerox 3. En dat basismodel staat oog in oog met je Glorious en Final Mouse muizen. Het is in veel gevallen lichter en de specificaties zijn hoger en de prijs is maar een tientje meer dan het meeste van die modellen. En dan hebben we de SteelSeries Aerox 3 Wireless, die natuurlijk iets duurder is, maar met zijn prijs nog steeds vrij laag insteekt. En toch komt het oog in oog te staan met wat meer high-end draadloze muizen. Dus laten we dan bijvoorbeeld kijken naar de Razer Viper Ultimate, die we recentelijk ook gereviewd hebben op TomsTech. Dit ding is een aantal tientjes goedkoper. Het is 10 gram lichter en zou op papier 10 uur langer mee moeten kunnen gaan. Het komt allemaal met zijn kanttekeningen, maar dit is hele fraaie competitie voor een heleboel draadloze muizen. In ieder geval als je op zoek bent naar competitieve muizen die ultiem licht zijn. De voornaamste nadelen zitten dan dus in die USB-C dongle en het feit dat ik denk dat de software nog iets beter kan of in ieder geval iets gebruiksvriendelijker. Kom op SteelSeries, jullie zijn een aantal stapjes verwijderd van echt een bloed gruwelijke muis maken, maar er zijn nog een paar kanttekeningen en die zorgen ervoor dat ik dit ding niet zomaar aan iedereen aan kan raden. Hoe dan ook, daar gaan we het voor vandaag bij laten voor de video review van de SteelSeries Aerox 3 Wireless. Wil je er meer over weten? Vrees dan niet, ik heb maar liefst 2 reviews over dit apparaat getypt, allebei van mijn hand, maar terechtgekomen op verschillende websites. Allereerst is daar tomstech.nl, daar kun je altijd terecht voor al mijn video's en geschreven artikelen en dus ook een review van de SteelSeries Aerox 3 Wireless. Maar naast TomsTech wil ik je ook een keer doorverwijzen naar pixelvault.nl. Het is een website waar ik met liefde voor schrijf, er staat ontzettend veel toffe content op en het zijn ook de gasten die mij in staat stelden om überhaupt die SteelSeries muis te kunnen reviewen. Dus check de review van de muis uit op tomstech.nl en probeer ook eens een keer pixelvault.nl uit. Plugjes en dankbetuigingen terzijde. Ik hoop dat je genoten hebt van de video of dat je er iets aan hebt gehad. En sterker nog, als je nog vragen of een leuke opmerking hebt over de SteelSeries muis of geperforeerde muizen in het algemeen, laat het me vooral weten. Ik spook altijd rond in de comments om een leuke discussie aan te gaan. Dus wat voor input je ook hebt, ik hoor het met liefde van je. Laat een like achter als je ervan genoten hebt. Abonneer als je meer van dit soort content wil zien. En natuurlijk aan het einde van de video kan ik niks anders zeggen dan houdoe en bedankt.